zijn op weg naar Frankrijk, naar Evry. We zijn nu in de opvaart via de Leie aan het varen. Het is erg druk op het moment, want de Schelde is gestremd gedeeltelijk, dus bijna al het verkeer gaat via de Leie. Dus er komen veel schepen tegen. Heijplaats geroepen? Commodore, Beatrice is standby. Ah, merci, chef. We zijn hier in Deinze, we zijn aan het paggen. Dus de vaarweg is gedeeltelijk gestremd. Dus we hebben met een engte te maken. Dit is een rivier, dus er is afvaart en opvaart. Dus in principe heeft de afvaart voor. Vindt de link op de monitor. Dit soort dingen wordt in de moderne scheepvaart via de marifoon geregeld. Maak gewoon afspraken onderling. Als je op die manier communiceert, dan ben je alle regelgeving al lang voor. Alles is gewoon onderling afgesproken. Het gedeelte waar we nu varen is op het oog breed genoeg om een ander schip te ontmoeten. Maar direct aan onze stuurboordzijde wordt het heel snel heel diep. Vroeger hebben we hier wat tonnetjes en paaltjes gelegen, maar die zijn allemaal weg. Ik geloof wel dat er ergens terug een bord staat met een ontmoetingsvoort trouwens.
camera is gegeven. Ja, volgens mij heb ik al een paar keer geroepen. Dus afvang, ik ging even rustig aan doen hier. Volgens mij staat er een aantal. Niet alleen maar zachtjes, maar ik zou sorry. Ja, dat is geen probleem. Eerder afvang, dan maak ik door, dan gaan we weer verder. Ja, we hebben dat is goed. Maar dan stop ik ook even. Ze is er over zout water gekomen. Dus Veronica is nu bezig het schip af te spoelen. Ik zou het er een beetje al spoelen. Even een beetje schoonmaken. Zat. Nog een halve scheeflengte naar voren. Ja. Misschien de volgende, misschien daarna. Ik denk de volgende wel. Volgende meter. Ja, ik denk dat het genoeg is. Thank you.
We zijn als laatste de sluis uitgevaren. Nou, er ligt al een hoop afvaart te wachten. Dus we gaan zoveel mogelijk opzij, zodat die er zo snel mogelijk in kunnen. Het is dus doodnormaal om elkaar stuurboord te ontmoeten als dat nodig is. Ook zonder blauw bord. Het is heel duidelijk hoe je het veiligst kan varen. Dit is Kortrijk, nu ga je dwars door de stad. Vroeger, voordat de leier verbreed werd, ging je ergens aan bakboord door de stad. Het was veel smaller, maar ze hebben het nu verbreed, vergroot, dus nu gaan we hier door. Hier zijn we bij de spoorbrug van Kortrijk. Daarachter liggen nog een heel klein stukje oude leien. En dat is zo smal dat je hier geen grote schepen wil ontmoeten. Dus hier melden we ons altijd eventjes. Stuurboord zie je weer zo'n stukje oude leien. Wij gaan zo naar bakboord. De oude leien kronkelden enorm. Dus we komen overal zijarmen tegen die tegenwoordig of zijn afgesloten of zo ondiep zijn dat je er niet meer kan varen. Voor de verbreding was dit allemaal als spitsenvaarwater. Maar tegenwoordig kunnen er dus ook grotere schepen komen. En straks komen we bij een stukje wat nog steeds heel smal is. Daar is voor grote schepen ook eenrichtingsverkeer. Dit is die versmalling, de versmalling van de Komin. Als je als al je antennes aan zo'n beugel vastzitten, als die klapt, is allemaal horizontaal, zie je dan niets meer. Vandaar dat ik dat zijn microfoonsignaal zo kut is. Maar zijn IS-signaal is ook niks. Mm-hmm. Ze heeft die hele. Dat is jongen helemaal niet gezien. Oké. Okay. Identito waarschijnlijk voor deze, die heeft ook alles geklapt liggen. Ja. Daar vertrouwen ze veel te veel op een IS. Het schip voor ons vaart nu die versmalling in. En het had zich wel heel netjes gemeld, maar kreeg geen antwoord. Dus dacht dat er niks aankwam. En wij hadden het wel gezien, dus we hebben hem even gewaarschuwd dat er ook nog afvaart aankwam. Dus ik kon nog net op tijd stilhouden. Heb ik helaas niet op film staan. Maar je ziet nu dat we door die versmalling varen. En hij ligt diep geladen. Dus hij gaat echt heel langzaam. Het wordt straks nog veel erger. Meestal proberen we voor die versmalling nog zo'n schip in te halen, dat we weten dat we hier veel harder kunnen lopen. Maar dat zat er deze keer niet in. Direct na dit stuk komen we bij de sluis van Komin, dus iedereen meldt zich hier al. En in Wallonië moet je ook je reisgegevens nog even doorgeven.
Pitbull Kilbeek Traffic, UN 1789. Your name? De Blondina. Leeft, vous êtes vide? No. 1500 ton acid. Pourtant, fast. Yes, montant. Ok, let's go, je vais regarder, ok. Je suis en train de préparer. Ici, on est en Wallonie, on parle français. Het is waarschijnlijk een van de laatste keren dat we nog door dit smalle stuk varen. Ze hebben al een verbreding daarnaast gelegd. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat ze met die brug gaan doen, want dat blijft heel smal. Eens kijken. Voor onze voorganger is dit natuurlijk lastige draai. Het is een lage brug, ze kan gewoon helemaal zakken met zijn stuur uit. En hij kan hier niet hard varen. Als hij schoon veel kniep. Zo'n kantoor, dat stuurt iedereen maar overal naartoe. Ja, ja, ja. Onderschatten dat vaker varen zo ongelooflijk. Het is echt niet te vergelijken met die Duitse kanalen. Maar... nee. Blondina. Heb je al enige idee hoe hard jullie ongeveer gaan lopen na de sluis? Ja, er komt vlees voorbij. Die slacht is altijd in de vraag. Ah, dat is klaar, oké.
We hebben dus net afgesproken dat we er direct voorbij gaan lopen, voor de sluis nog. Bij de eerste sluis is dan hij na ons. We hebben geen last meer van elkaar. Dus we zetten de motor nu even vol aan op, zodat we er zo snel mogelijk langs zijn.